Hi, ik ben Koen. Ik ben drummer bij onder andere The Cards. We zijn nu onderweg naar een gig. En The Cards is een band met de oprichter en gitarist van Saxon. Dat moet je maar eens checken. Daar komen heel veel heavy metal riffs vandaan. En het is echt een eer om met hem samen die nummers te spelen. En ik heb ook gespeeld bij onder andere, in ieder geval bij After Forever, heel lang geleden. En Sander Pommans, die het project Magical Metal heeft, die belde me of ik wilde invallen. Toen heb ik 2,5 uur set ingestudeerd, zonder te repeteren, en gelijk de show gedaan. En ik moet heel even op het verkeer letten, want dat is het allerbelangrijkste. En daarna heb ik bij Epica gespeeld en ik ben met Armin van Buuren de hele wereld over geweest. Dat is niet echt metal, maar ik heb daar wel behoorlijk metal drums gedaan. En ik heb ook net mijn eigen solo plaat uit, mijn tweede, Leo. En dat is een progressieve metal plaat. Hier op maar eens checken. Nu ben ik in mijn studio. Op mijn basementel staat nog een basementel van Herfstfest. Dat is het drumfestival wat ik elk jaar organiseer in Den Haag in oktober. Dus zoek het op, Herfstfest, drumfestival. En dan ga ik jullie een kleine drumles geven. Les 1, allerbelangrijkste. Gehoorbescherming. Of een koptelefoon. Of oordopjes. Want drums is zo hard, dat kan heel snel jouw oren beschadigen. En denk daar eens aan. Oké, een klein drumlesje. De trash beat. Dat is een veelgebruikte beat in de metal. En het is, ja, het wordt ook wel een polka genoemd. Als je die heel basis speelt, dan doe je eigenlijk dit. Super makkelijk, alleen maar dit. Maar de truc zit hem om de snelheid te krijgen in je rechterhand. Dat kan je oefenen als volgt. Dus